Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben heel even een weekje of twee weg geweest. Ik ben namelijk op vakantie geweest, maar ik ben weer terug en ik ben van plan een hele leuke video te maken. Want ik heb namelijk weer twee nieuwe kleurboeken gekocht. Het zijn kleurboeken van Color Questopia. En dit zijn van die mystery puzzles. Hierbij kleur je lijntjes in. Ik heb ook boeken van Sunlight Drawing hiervan. Maar ik wilde meer merken uitproberen. En ik heb een positieve ervaring met Color Questopia. Dus ik was erg benieuwd en heb deze boeken besteld bij Amazon. En die zijn van de week binnengekomen. Ik heb daarbij ook Stabilo stiften besteld. Ik kreeg ze binnen en ik dacht, oh jee, krijg ik nou blauwe stiften binnen? Maar nee, het is gewoon de voorkant. Het zijn namelijk gewoon zwarte stiften. Het is een setje van 10. Ik vind zwarte stift heel erg fijn om dit soort kleurplaten in te kleuren. Met kleur kan ook heel mooi zijn hoor. Maar ik vind toch met dit soort kleurplaten het mooiste als je gewoon zwart gebruikt. Dus ik ga jullie de boeken laten zien. Ik heb er zelf ook nog niet in gekeken. Want het is toch wat leuks om op deze video zelf mijn reacties te laten horen over de boeken. Dus laten we beginnen. Ik heb er dus twee besteld. Laten we beginnen met de eerste. Dit is een boek met flowers, met bloemen, vogels en vlinders. Laten we gaan kijken. Het heet One Color Wavy Lines. Nou, zoals je ziet, kan je van tevoren nog niet echt zien wat het is. Daar hou ik heel erg van. Ik moet zeggen dat de lijntjes wel heel erg dun zijn. Oeh, dit is heel gedetailleerd. Ik denk dat daarom wel goed is dat ik Stabilo heb besteld. Want Stabilo, daar kan je wel heel dun mee inkleuren. Misschien dat ik mijn twin markers nodig heb, want die zijn ook heel dun. Ik kan nu wel even doorheen bladeren, want je kan natuurlijk niet heel goed zien. Het zijn de antwoorden. Oeps, daar gaan we zo naar kijken. Heel gedetailleerd. Nee, laten we toch even naar de antwoorden gaan. Want anders zien jullie alleen maar lege platen waar je niet zo heel veel in ziet. Nou ja, jullie weten van mij dat ik de antwoorden eigenlijk niet heel graag wil zien. Maar voor de video laat ik het toch even zien. Dit zijn de oplossingen. Heel gedetailleerd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet heel goed weet wat dit zijn. Of wat is dit? Misschien dat ik het beter kan zien als ik ze heb gekleurd. Dit is wel zo'n soort waterlelie. Oh ja. Ik denk dat de details ook beter te zien zijn als ik de grote plaat, zeg maar, kleur. Kijk, hier, dit zie je al duidelijker. Gewoon een vogel. Oh, en ze vragen of ik een review wil achterlaten op Amazon. Nou, dat zal ik vast wel doen. Zeker als ik tevreden ben, dan zal ik zeker een review voor hun achterlaten. Dat was boek 1. Oh, hier zie je ook nog de antwoorden. Oh, het is wel heel apart dat je op de achterkant namen ziet staan en dat eigenlijk dit niet klopt. Giraf, tijger, corgi, dat is mijn hond. En guinea pig, dat is een cavia. Oh, er is een fout in op de achterkant. Wat apart. Oké, laten we doorgaan naar het andere boek. Laten we gelijk even de achterkant checken. Oh, dit klopt wel. Oh, kijk. Het is gewoon precies hetzelfde, alleen hier staan dus wel de juiste plaatjes. Giraf, tijger, corgi, een hond inderdaad en een cavia. Ze hebben dus eigenlijk dezelfde druk gebruikt, maar niet de plaatjes veranderd. Oeps. Laten we gaan kijken. Dit boek heet dus Beautiful Animals. Nu moet ik zeggen dat ik wel vaker foutjes heb gezien bij Color Questopia. Met name bij hun club nummerboeken.
zie je dus zeg maar links op de pagina zie je dus het nummer met de juiste kleur. En soms zie je gewoon twee keer dezelfde kleur bij verschillende nummers. Dus dat klopt niet helemaal en dat is ook best wel verwarrend. Ik heb zelfs een keer gehad dat echt iets van lichtblauw echt drie keer bij drie verschillende nummers stond. Dus dan moet je bij drie nummers dezelfde kleur gebruiken. En dat klopt natuurlijk al niet. Dus dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Kijk, het zijn ook niet de meest kwalitatieve boeken. Het is wel een beetje een middenmoot kleurboek. De kwaliteit van papier is ook niet heel geweldig. Ik kleur ook vaak wel Stabilo omdat ik daarvan zeker weet dat het niet doordrukt. Want ik denk als je hier al met alcoholstiften of alcoholmarkers gaat kleuren, dan ga je er natuurlijk dwars doorheen. Dus op zich hebben ze daar denk ik ook wel over nagedacht, omdat het natuurlijk enkelzijdig is geprint. Kleur je met alcoholmarkers, zou ik hier wel even een blaadje onder leggen. Dat je in ieder geval alleen hierop doordrukt en niet op je volgende kleurplaat. Oké, nou laten we even doorskippen naar de antwoorden. Even kijken wat voor dieren wij in dit boek gaan ontdekken. In elk boek heb je dus 20 afbeeldingen. Oh, deze zijn al een stuk duidelijker. Nou, een hond, een cavia, een hert. Ik moet even nadenken jongens, een hert. Een giraf. Kat, varken, tijger, vos, uil, beer, giraf en een pauw. Panda, een puk, uil, paard, wolf, een Malteser. Dat vind ik heel erg leuk. Ik heb vroeger een Malteser gehad bij mijn ouders. Dus daar heb ik altijd wel een bijzondere herinnering aan. Dan krijgen we nog een varken. En een slot, dat is voor mij een luiaard. Dacht ik. En dat was het. Nou, ik ga hier sowieso even eentje in kleuren. Om even te kijken wat ik hiervan vind. Die ga ik sowieso laten zien in een van mijn volgende video's. Bedankt voor het kijken. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze boeken vinden. Ik moet zeggen dat ik de uiterlijk van het boek wel heel erg leuk vind gedaan. Ik vind het wel heel aantrekkelijk. Of hoe zeg je dat? Het ziet er wel gewoon mooi uit. Het is alleen jammer dat dan de binnenkant iets minder kwalitatief is dan de buitenkant, zeg maar. Maar tot zover deze video. Laat me weten wat je ervan vindt. Misschien hebben jullie deze boeken al, hebben jullie er al in gekleurd. Laat me weten wat je ervan vindt. Daar ben ik heel benieuwd naar. Vergeet niet om te liken en te abonneren als je mijn video's leuk vindt. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Doeg!